Primark, whatever. Chocolate. Oh! En Ali is die 7 euro, ja, leuk. Hallo lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij naar Kevin Hart. Mijn naam stond nog open. Vandaag gaan we naar Kevin Hart. Je hebt het als een surprise B-Day present nog liggen. Dus ik ben helemaal verrast en helemaal blij. En ik wil hier al zo lang naartoe gaan, maar iedere keer was zijn kaartje, tenminste al die keren dat hij is geweest, volgens mij niet zo vaak, maar waren zijn kaartjes binnen no time uitverkocht. Dus ik ben echt wel blij dat Jeffrey zich mijn kaartje heeft weten te bemachtigen. We gaan Amanda nu eerst even droppen bij mijn schoonmoeder, want ja, bij mij thuis kan even niet iedereen oppassen. En dan gaan we daar naartoe. Oh, ik neem mijn camera niet mee, want iemand was er gewoon uitgezet die alleen maar aan zijn telefoon zat. Dus. En hoe het bij Beyoncé concert ging, ik denk ook niet dat dat zal gebeuren op Snap. Want ik weet niet, ik ga mijn telefoon echt helemaal ergens onderin douwen. Want je hoeft maar naar je telefoon te kijken en je wordt er gewoon uitgezet. Oeh jongens, we zijn aangekomen in Amsterdam. We gaan nu even, we hebben net geparkeerd, want anders dan vinden we geen parkeerplaats. Dus we moeten naar Prinsenstraat, we gaan naar, even kijken ja. Even kijken hoor. Naar Bistro Brasserie Blue. Daar gaan we naartoe. Oh, even gelijk een OOTD. Ik heb dus een jas aan van de Primark. Primark, whatever. Een basic shirtje van H&M. Spijkerbroeks van de Zara. En mijn schoenen zijn van Topshop. Ja, dat heb ik. Oh, en de tas is van de, ook van de Zara. Hey, je kan hier eigenlijk wel leuke foto's schieten. Oké, we zitten dus bij Blue Bistro Brasserie. Dit is het voorgerecht. Een runde tataar met een sausje. Ik weet echt niet wat voor sausje het is. En kappertjes, uitjes, rode uitjes en augurk uit mijn hoofd. Yes. Here we have the main course. Dit is zo lekker uit jongens. Dit is gewoon steak. We hebben hier frietjes, mayonaise en een salade. En Jackie's kip ziet er ook echt super lekker uit. Een stukje van je pik hoor. Hallo. Nee, ik wil niet. Zo gierig. Ik ga gewoon pakken. Eet smakelijk. En het kan natuurlijk ook niet missen. Ik heb een crème brûlée met een... Wat is dit? Vanilleijs? Nee, dit is geen vanilleijs. Nee. Het ruikt naar appeltaart. Appeltaartijsje of zo. En die van Jeffrey is echt leuk. Hij heeft een chocolate crumble. Ja. Jongens, we zijn helemaal uitgegeten en al, ojo, mijn buik ontploft. Het was zo lekker, het was echt heel lekker eten. Jeffrey heeft me vandaag de food queen genoemd, jongens. Ik zoek altijd de beste restaurantjes uit. Goedkoop, wat duurder. Maakt niet uit. Ik vind altijd de lekkerste restaurantjes. Ja, dit was echt weer gewoon een geslaagde dag. Tenminste, een geslaagde dag. Een geslaagde middag. Nu gaan we naar Kevin Hart. Ik heb er zoveel zin in. Oh my god. Maar goed. Here we go. Kijk hier, er staat met goede les Amsterdam Centraal. Je zit eruit kruipen. Nee. ja, dus nu gaan we naar Ziggo Dome. En als het goed is, Jeffrey's neefje, die was van de week ook op bezoek. Die is er ook, die is als het goed is onderweg. Om 7 uur gaan de deuren open, toch? Of 6:30? Ja, nou, dan gaan de deuren open. Maar ja, je hebt toch gewoon een plekje, dus. Doetjes waren gewoon lim en jeviek. Dat was echt lekker. Echt de beste crème brûlée tot nu toe. Dus ik denk dat die van de beren naar de tweede plaats verschuift. Ja. En onderaan in de beschrijving kun je dus het linkje vinden of de site vinden van waar we zijn gaan eten. Ik ga het nu iedere keer doen. Als ik bij een restaurantje ben geweest, ga ik het gewoon in de beschrijving plaatsen. En dan kun je het daar gewoon terugvinden. Want ik krijg heel vaak nog de vraag van, hé, waar heb je gegeten? Waar is dat? En waar dit en waar dat? Dus ik ga gewoon proberen om zoveel mogelijk informatie in de beschrijving te plaatsen. Zodat je die kan terugvinden. Dan kan je zelf eventjes kijken van hoe en wat. Maar ja, dit was weer een topper. Hallo lieve mensen, we zijn alweer terug. Ja, het regent keihard, dus mijn make-up zit zo goed als op nog. We hebben even Raoul gevonden daar. Yo. Dus Raoul rijdt even met ons mee terug. Nou, het was echt freaking hilarisch. Wanneer Kevin Hart weer komt, dan ga ik echt voor de mensen die niet zeggen dat jullie hebben echt wat gemist. Het was zo, ik heb gewoon constant, ik heb geen moment stilgezeten gewoon. Jij Raoul? Zeker.
sowieso niet. Helemaal stuk. Ja, de beginstuk zeg maar, waren drie van die... Dat zijn crew. Die, oh, is dat een crew? Oh. Ja, waren drie mannen zeg maar voor hem. Nou, die freaking, ja, voor het programma, freaking hilarisch gewoon. En daarna kwam hij, nou, ik heb me echt doodgelachen, gewoon echt niet normaal. Het was echt, ja, het was gewoon top. Dus hij is echt een performer. Hij is zo leuk. Zijn eentje ook. Ja, dat vind ik juist knap. Dat echt gewoon, dat je dan zo, hoe heet het nou? Maar ook gewoon de dingen die hij vertelde. Ja, gewoon, over zichzelf, gewoon over zijn leven. Over zijn leven, over zijn kinderen. Ik ging helemaal brokken. Dat is echt gewoon, nee man. Maar goed, we gaan nu weer terug naar huis. Dat is leuk geweest. Het is een dikke file. Hier bij de parkeermarkt. Dit hebben ze echt niet goed geregeld. Want bij de kans is er maar één opening. Terwijl hier like, 500 auto's staan of misschien wel meer. Deze rijdt wel door. Ja, deze gelukkig wel. Hiernaast ook. Lieve mensen, het is alweer de volgende dag. Is er naar Kevin Hart geweest. Super leuk, super gezellig. Oh my god. Er was iemand eruit. Was ik veel meer vergeten om te zeggen. Er was iemand uitgezet die begon gewoon te gillen daar zo. Omdat ze stiekem geen filmen. Maar dan denk ik, waarom doe je dat? Maar die was er dus uitgezet. Maar ze ging niet down zonder een gevecht. Want iedereen zat echt te kijken. Ze was helemaal aan het gillen daar. Ik dacht, ik ga ook stiekem filmen. Maar nee, dat gaan we dus niet doen. In ieder geval, wij zijn net wakker. Ik heb al gedoucht. Ik was eigenlijk al lang al wakker. Wat ik nu ga doen is Amana eerst haar vitamine geven. Dan ga ik even aardappelen schillen voordat ik haar ga douchen en alles ga doen. Zet ik even aardappelen op het vuur, want ik ga vandaag stampot maken. In ieder geval, ik ga een poging tot. Ik heb het nooit eerder... Oh jawel, ik heb het één keer eerder gemaakt, maar dat was echt heel lang geleden. Dus ik ga even kijken of ik nog weet hoe dat moet. Volgens mij is dat niet, helemaal niet zo moeilijk. Maar ja, dat dus. Ben je er klaar voor? Ja? Oké. Nou, Amana die is er helemaal klaar voor. Deze broek heeft ze trouwens voor haar neef Zeen. Zeen, ik denk niet meer dat je die terugkrijgt van Amana. Ga je niet meer teruggeven? Nee? Oké. Nou, dit is de vitamine die ik gebruik voor Amana. 10 druppels. Every day, every day. Nou, dit is wat we allemaal nodig hebben. Melk, kipfiletreepjes, aardappels voor stampot. In ieder geval, dat vind ik makkelijker, want anders duurt het zo lang. Kipbraadworst en andijvie. Ja, jij gaat mij helpen. Dus Amana zit lekker in haar stoeltje. En dan ga ik nu even snel die aardappelen doen. Nou, de aardappelen staan op vuur. Nu ga ik de kipreepjes bakken. Yes. En ondertussen ben ik Amana haar brood aan het geven. Vandaag krijgt ze brood met chocopasta. Zo hongerig. Nou, ik zou jullie nog mijn make-up tafel laten zien. En de make-up laden, hoe ik die ingericht heb. Maar om heel eerlijk te zijn. Het ziet er heel rommelig uit. Ik wacht nog op spulletjes die ik besteld heb. Dus als die binnen zijn, dan kan ik een beetje alles netjes een plek geven. Maar ik ga jullie alvast een stukje laten zien. Dat is misschien wel leuk. Dat je weet waar ik wat allemaal zet en in welke lijst ik wat vul. En als, als alles dan binnen is en ik heb het netjes geordend, dan maak ik daar gewoon een uitgebreide video over. En dan laat ik ook meteen weten. Amana kruipt weg. Laat ik ook meteen weten waar ik de spullen koop. En of je invoerrechten moet betalen of niet. En helemaal uitgebreid, bladibladibla. Dus ik laat jullie even zien hoe dat eruit ziet. Dit is mijn make-up tafel. Die heb ik gekregen van Amana voor moederdag. Dit zijn de spullen die ik laatst nog besteld heb. Dus van Morphium Beauty Sponge. Spons bedoel ik. En een, hoe heet dat? Palette van Morphe en Jaclyn Hill, de nieuwe. Ring the Alarm. Dus ja, yeah. Maar dit is voor een winactie, dus dat komt nog wel. In ieder geval deze ladenbox heb ik in Londen gekocht bij Muji. Dan heb ik hierboven eigenlijk gewoon sieraden. En hier heb ik dan mijn dagelijkse, wow, focus, dagelijkse spulletjes die ik vaak genoeg gebruik. En hier eigenlijk ook. Dat dus, dit zijn de producten die ik ook vaak gebruik. Dit is elke ochtend natuurlijk. Dit ding is trouwens echt super goed voor je haar. Hij wordt helemaal niet vettig en zo. Dus dat. Nou, dit is lade 1. Hier zitten mijn foundations, dagcremes, nachtcremes, maskers in. Zo. En een voorraad, die zit hier allemaal achtergepropt.
van de producten die ik helemaal super vind, zoals de Tarte Shape Tape en de NYX Vinyl Liquid Liner. Deze is echt de beste eyeliner ever. Ik lade twee al mijn lashes. Niet super veel, maar ja, hier zit dus alles in. Even hier mijn lipstick laden. Jongens, ik weet niet hoe ik deze moet indelen, maar ik heb dus deze lipstick houder ook bij Ali besteld. En hij is echt super goed voor die lange lipsticks, maar de MAC lipsticks passen hier niet in. Je moet echt met je vinger moet je ze helemaal eruit trekken, dus ik ben nog even een oplossing aan het bedenken hoe ik dat ga doen. Dan komen we aan bij de volgende ladenblok. Hier heb ik dus al mijn highlighters en blushes in zitten. Eén zo'n dingetje wat ik bij... had ik in Dubai gekocht, ook bij Muji. Alleen, het blijkt dus dat je deze dingen gewoon bij Ali kunt kopen. Dus ja. Hoe ouder ze wordt, ik kan gewoon echt letterlijk niks meer doen gewoon. Want voorheen sliep ze nog best wel vaak, maar nu slaat ze haar dutje zeg maar overdag, slaat ze gewoon over. Dus ik ga haar nu in bed doen om te kijken of ze gaat slapen of niet. En ik wil haar ook niet constant achter de televisie neerzetten of weet ik veel wat. Dus ik denk dat ik straks maar gewoon een boekje met haar ga lezen en misschien valt ze dan nog eens. Maar ze is helemaal aan het terroriseren hier, dus we gaan even, ik zie jullie zo. En dit is hem jongens, ik ga lekker eten, Amana slaapt, dus ja, het smaakt nog heerlijk ook. Lieve mensen, ik ga voor de rest niks meer doen. Amana ga ik straks bij mijn moeder droppen, vanmorgen moet ik weer werken. Morgen is het oma oppasdag en daarna werk haal ik Amana weer op. Ja, vind ik ook een goed plan. Dus ik sluit hem bij deze af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedels!